Joanna Cassana, de nieuwe resident-coördinator van de Verenigde Naties voor Suriname, bezocht op 8 mei president Santokki. Het staatshoofd benadrukte de goede samenwerking tussen Suriname en de VN en besprak het beleid van de regering. Cassana benadrukte de voortzetting van samenwerking, vooral op het gebied van expertise, uitwisseling voor ondernemers. Op de vraag van het staatshoofd voor de aanpak van klimaatverandering reageerde Cassana dat dit zal worden meegenomen in toekomstige samenwerking, gezien de mechanismen van de VN om klimaatgevolgen te bestrijden. Volgens de beschikking vervoer bosproducten is het tussen 7 uur 's avonds en 6:30 's morgens verboden om bosproducten over openbare wegen te vervoeren. Overtredingen, vooral tijdens de regentijd, veroorzaken gevaarlijke situaties op de weg. De politie zal streng optreden tegen overtreders, met name vrachtvervoerders die betrapt worden op het vervoer van bosproducten tijdens het verboden tijdstip. Suriname en de Verenigde Arabische Emiraten, FAE, willen hun samenwerking versterken. President Santokki ontving op 8 mei Omar Hassan Sehadeh, gezant van de FAE voor het Caribisch gebied. De FAE toonde interesse in Suriname vanwege zijn strategische ligging en economische potentie, met name op het gebied van offshore, olie- en gasindustrie, groene standaarden, milieuvriendelijke ontwikkeling en bauxietindustrie. Beide landen willen samenwerking op verschillende gebieden, waaronder mijnbouw, logistiek, transport en tuinbouw. Toekomstige gesprekken zullen de mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden verkennen.